De grote onderwijsinstellingen en Groningen Bereikbaar gaan de komende jaren nadrukkelijk samenwerken om de stad bereikbaar te houden. De partijen hebben daarvoor een intentieverklaring ondertekend. Groningen als echt onderwijsstaat, heel veel studenten in de stad, veel mensen die werken in het onderwijs. Dus als we met de werkzaamheden aan de slag gaan, dan is het ontzettend belangrijk dat al die docenten en al die studenten op een goede manier naar hun werk kunnen blijven komen. En daar hebben we de onderwijsinstellingen ook heel hard bij nodig. En we weten dat als we niet afspraken gaan maken over hoeveel er in de trein of in de bus zitten of met de auto op de ringweg, dat het vastloopt. Dus we gaan kijken wat we kunnen doen. De roostertijden aanpassen, elektrische fietsen gebruiken, parkeerafspraken maken, al die dingen. Als we die afspraken samen maken, kunnen we ze goed onderling afstemmen. Ja, het werk gaat nou eenmaal gebeuren. Dat duurt, gaat 4 jaar duren. Dus kun je heel druk over maken. Je kan ook zeggen, we maken van de nood een deugd. En dan proberen we zo goed mogelijk de handen ineen te slaan om ervoor te zorgen dat de overlast zo beperkt mogelijk blijft. De onderwijsinstellingen gaan kijken hoe ze de drukte in het OV en op de weg kunnen verminderen. Ja, en vanuit de NS is al eens een keer geroepen, wij hoeven wat minder treinen te bestellen als de onderwijsinstellingen een uurtje later zouden beginnen. Nou, op die manier werkt het niet. Maar er is ook natuurlijk ook een beperkte capaciteit in hoe vaak je een trein kan laten rijden. En hoe lang en hoe groot een trein kan zijn. Dus dat realiseren we ons eigenlijk ook heel goed. Dus wat wij nou doen is echt ook kijken in de opleidingen wat je daar kunt doen. Dat is, ik zeg altijd, dat is een van de kleine knoppen waar je aan kan draaien. We hebben er alle belang bij om ook goed te kijken naar hoe wij goed en verstandig kunnen roosteren. En dat betekent dat een aantal teams bij ons ook heeft gezegd, nou, we willen eigenlijk wel eens kijken of we niet wat later kunnen beginnen. Dat we wat langer doorgaan. En dan moet je bijvoorbeeld aan docententeams vragen om hun, misschien wel hun eigen vergadering 's morgens vroeg te plannen. Of om de verplichte lessen 's middags te organiseren in plaats van 's morgens. Volgens de wethouder was het niet moeilijk om de partijen rond de tafel te krijgen, omdat ze allemaal de verantwoordelijkheid voelen. Toch gaat het om een behoorlijk unieke samenwerking. Nou ja, het is een simpele handtekening, maar het is hartstikke uniek, want het is in Nederland nog nooit eerder gebeurd. Ik heb wel begrepen dat, en daar heb je soms ook mensen van buiten voor nodig, dat er elders in het land wel gekeken wordt naar hoe doen jullie dat nou eigenlijk en hoe werkt dat in Groningen. We waren bijvoorbeeld in Amsterdam en daar zijn we, ja, god, samenwerken met het bedrijfsleven, het is allemaal al ingewikkeld genoeg, terwijl wij juist zien dat die samenwerking ons ontzettend helpt. Nu de eerste werkzaamheden losbarsten, zien steeds meer partijen de urgentie om met hun bereikbaarheid aan de slag te gaan. Te handelen. Ja, bij de bestuurders zijn we al een tijd lang mee bezig. Maar de opgave is ook om dat echt in de haarvaten van al die organisaties, ook bij de gemeente bijvoorbeeld, om te laten doordringen dat dit echt een intensieve opgave is en een gezamenlijke opgave de komende jaren.